Ja, goedemorgen. We zijn de live uit vanuit de Martin Luther King weg. Het is een zware aanrijding hier. Waar er dus dan een auto waarschijnlijk tegen die vrachtwagen is tegen die vrachtwagen is gegaan. En het is enorm als we zo kijken, dat zien we dus dan slachtoffers in de auto, maar ook op de grond zien we dus dan slachtoffers. Het is een hele zware aanrijding. En de politie is nog bezig, de ambulance is er nog niet. Maar dat is wat wij dus dan hier hebben gezien, staat letterlijk in de regen. Ik hoop dat mijn camera dus dan niet nat wordt. Maar dit is wat we nu zien aan de Martin Luther Kingweg. Zware aanrijding, ik probeer in te zoomen. En natuurlijk wil je het slachtoffer niet echt in beeld brengen, maar het slachtoffer ligt op de grond. Ook de bestuurder is zwaar, heeft het heel zwaar. Deze man zou de bestuurder moeten zijn van die jeep, als ik het zo, als ik dit zo zie. En daar heb je die truck. Ze zijn tegen deze truck aangekomen. We zijn er live uit vanuit de Martin Luther King weg. En het is een hele zware aanrijding op deze zondagochtend. Dat heb je niet graag. Maar het is wat wij dus dan nu zien. Die auto is tegen deze truck aangekomen. Hoe het is gebeurd weten we nog niet. Ik zei het al, de ambulance is er nog niet. En de politie is er wel, maar de ambulance niet. Het lijkt wel op iemand die naar het binnenland, tenminste naar een of andere oord zou gaan. Niet naar het binnenland, maar waarschijnlijk gewoon naar een oord. Die redden dus dan die zaken gewoon op de grond. Er was ook een boot erbij. Dat zie je ook hier. En dit is die auto. De bestuurder is in die auto. Ik probeer even in te zoomen. Ja, hij is helemaal dieper in. Dit is wat wij dus dan tegen zijn gekomen nu aan de Martin Luther King weg, waar er een zware aanrijding plaats heeft gevonden. Het publiek is erbij, dat ziet u ook. Mensen kijken dus dan naar de situatie en je hebt dat echt niet graag op deze zondagochtend. Er ligt een mevrouw op de grond. Ik ga het gezicht niet in de uitzending brengen, maar daar heb je dus dan het slachtoffer. Ja, het gezicht gaan we niet brengen. Ik denk dat dat niet goed is. Maar dit is de situatie hier aan de Martin Luther King. Een verklaring van de politie krijg je op dit moment even niet, omdat ze bezig zijn met het onderzoek. Ik probeer even. Ik verneem nu dat er 3 slachtoffers waren. Die ene is per eigen gelegenheid dus dan weg, maar die andere zijn er nog, 2 andere zijn er. De ambulance is onderweg. Het is heel verschrikkelijk wat wij dus dan hier zien aan de Martin Luther King weg. Ik zei het al, deze jeep is tegen deze truck aangekomen, aangereden zou je ook kunnen zeggen. En dat heeft gemaakt dat hij dus dan zwaar tegenaan is gegaan en die man is dus dan op een of andere manier niet meer aanspreekbaar. Dat hoor ik nu ook. Een meerijder die ligt op de grond, zie ik hier, en een ander slachtoffer zou dus dan per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis zijn
gegaan. Live vanuit Martin Luther Kingweg is DTV met een verslag van een zware aanrijding op dit moment. Het verkeer is gestremd, dus als u deze richting opkomt, dan is het u aangeraden om dus dan waarschijnlijk via de Pantan van dit Paul Tantewariweg te rijden. Je komt even niet door de Martin Luther Kingweg hoor. Dat gebeurt even niet. Het verkeer is helemaal gestremd. En er is ook een file van Paramaribo naar Para. En omgekeerd. Ik zie bekende figuren hoor. Ik weet niet als het te maken heeft met die mensen. Ik zie Simpel van Tapabankstel. Hij is ook hier. Ik weet niet als het familie is of waar dan ook. Maar ik zie Simpel van Tapabankstel. Die is ook bij het slachtoffer hier. Live vanuit Martin Luther Kingweg. Zware aanrijding. En je weet, de DTV is overal. Dus wij hebben dit ook even kunnen pikken voor u. De ambulance is er nog niet. De ambulance is er nog niet. Het is wel erg. We zijn al zeker hoeveel minuten in deze live. En voordat we bezig waren, zaten die mensen al of lagen die mensen hier al op de grond. Dus we hopen dat de ambulance snel komt om erger te voorkomen. Op zo'n zondagochtend heb je dit niet graag hoor, geloof mij. Je hebt dit helemaal niet graag op zo'n zondagochtend. Maar ja, dat is het beeld en dat is wat wij nu hier hebben. Ik zei het al, de politie is er, goed vertegenwoordigd ook. Mensen klagen hier dat ze eerder de ambulance hier hebben dan de politie. Ja, maar de politie moet eerst komen. Ik denk dat er een procedure is dat de politie eerst komt. De politie maakt contact met de ambulance en dan wordt de zaak dus dan geregeld. Is het slachtoffer, een van de slachtoffers, als ik het zo mag zeggen. En dit zien wij dus dan ook hier. We zijn tegen die truck aangekomen. Dit is nog altijd DTV live vanuit de Martin Luther Kingweg. Een zware aanrijding tussen een Jeep en een truck. Ik ga proberen om dus naar dichterbij te komen en Simpel, we zijn live hè? Heb ik er maar uit. Hoe is het? Goed. Ken je die mensen? Ja, hij is een vriend van me. Hij is een vriend, dat is jammer. Ja, hij is zwaar boy. Ah ja, heavy. Zijn allemaal fout of niet? Nee, ik weet niet, ik ken die situatie niet, dus ik kan niet zeggen wie fout is. Oké. Dus naar Rijmen rijd ik wat op zee, dan is het geval. Dus maar... En dan mag ik wat op zee ook toe? Ah, het is jammer, zo'n zondagmorgen. Ah. Maar hoe zit het met die vrouw?
Ik zie dat daar op de grond liggen, maar het is jammer dat de ambulance nog niet kan komen. Dat zei ik net, hè? Is al meer dan een half uur, ja. He. Het is wel jammer, hoor. Nog erbij een zondag, de weg is vrij. Nog die mannen maar door. Kijk, Wanika is aan deze kant. Hier is vrij. Hi, Wanika, zie je nou eens vlak hier? Ja, toch. Oké. Maar ze verkeert niet in kritische toestand, hoor? Die vrouw? No. Niet toch? No. Oké, okay. Mooi. En die man ook niet? Die man is aanspreekbaar, dus okay. Laten we hopen dat alles goed afloopt. Ja, zeker weten. Hé, hey, maar die jeep, boy. Maar bruyère. Total? Total. Dus total. Jullie hadden gevraagd om met Simpel te praten. Dat heb ik al gedaan. Dus heb je dus dan de informatie. Hij is een vriend van hem. En de situatie is op deze manier dus dan ook zo'n beetje van zijn kant uit verteld. We willen even wachten op de ambulance voordat wij dus dan eruit gaan. Ik weet niet als we dat moeten doen of moeten we gewoon, wat zeggen jullie, moeten we wachten op de ambulance? Ik check het hoor, wat jullie zeggen dat doe ik. Moet ik even wachten op de ambulance of kan ik die live dus dan beëindigen? Jullie zeggen en ik doe gewoon het werk hier. Wat doen we? Gaan we op de ambulance wachten of gaan we dus dan de live uitzending beëindigen? Ik check wat jullie zeggen in de app. Maar het is nog steeds. Op welke hoogte is het? Het is op de hoogte van de Hubensestraat alweer. Ik moet even checken hoe de Dageraadweg. Op de hoogte Dageraadweg en de Martin Luther King. Ja. Oké, okay, de ambulance is er. Dus ik moest wachten, dan ga ik ook gewoon even wachten. Want de ambulance is er. Ze zijn er al. Dus dan heb je dit oost dus dan. De ambulance is er. Deze man is naar alle waarschijnlijkheid de truckbestuurder. Al met een goed huis. Hij loopt met autopapieren in zijn hand en hij loopt met de politie mee. Dus dat is al, dus dan denk ik. We gaan dus dan kijken hoe de slachtoffers vervoerd zullen worden. Tenminste, in de ambulance geplaatst zullen worden. En dan gaan we dus dan die live uitzending beëindigen. Precies live vanuit de Martin Luther King. Het is op de hoogte van Dageraadweg. Even voorbij is er een Chinese winkel, Shang Hong Supermarket. En precies daar heb je dus dan die aanrijding. Nog steeds live, DTV, u weet het, we zijn overal, we proberen het nieuws voor u te brengen. Ik heb op dit moment geen enkel ander medium gezien die ter plaatse is. Maar zoals u weet, wij worden op de hoogte gesteld en wij proberen elke keer weer uit te rukken. Dit is het moment waar een van die slachtoffers geplaatst zal worden in de ambulance. Thank you.
Er komt nog een tweede ambulance erbij. Ik weet niet of ik het slachtoffer zo duidelijk in beeld moet brengen hoor. Ik weet niet of dat ethisch is. Dus we gaan het slachtoffer, de manier hoe ze die mevrouw klaarmaken, niet brengen in de ether. We gaan dat niet doen. Er is een andere ambulance erbij gekomen. Waarschijnlijk zal deze de man vervoeren. Nou, dat is nog niet duidelijk hoor. Iemand schrijft hier, wie is de veroorzaker? Dat is nog niet duidelijk. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek. Wat ik vroeg aan een politieman, die zei van, hij kan op dit moment geen verklaring geven. Maar zo te zien, ik weet echt niet. Ik ga niet zeggen. Vandaar, ik moet dat pas al zomaar. Maar ik zou vanuit mijn eigen kennis kunnen uitmaken wie de veroorzaker is. Maar dat ga ik niet doen. Ik ben niet de persoon om dat te zeggen. Maar als je hier zou zijn, dan zou je voor jezelf dus dan die conclusie kunnen trekken. Maar ja, ik ben niet daarvoor hier. Ik ben hier om verslag te geven. En wie de veroorzaker is, en die moeten we krijgen van de politie. Die moeten dus dan ons verklaring geven. Op dit moment kunnen we niet met ze praten, omdat ze bezig zijn met het onderzoek. Het slachtoffer wordt geplaatst in die ambulance. Of ze is niet in kritische toestand, heb ik me laten vertellen. Dus dank God daarvoor. Ja, we danken God daarvoor. En die is dus dan geplaatst in die ambulance. Die vrouw ligt niet meer op de grond. Er wordt nu gewerkt aan de man die in die jeep is. Die is ook een beetje zwaar eraan toe. Nee, we gaan het slachtoffer niet in beeld brengen. Dat gaan we niet doen. We weten hoe stap dit aan dat hij dan. Respect voor de mensen, hun privacy ook. Dat gaan we niet doen. De man wordt dus dan nu klaargemaakt om, tenminste uit de jeep gehaald, om dus dan vervoerd te worden. Naar alle waarschijnlijkheid is deze man de truckbestuurder. Ja, hij is de truckbestuurder. Nou, als we simpel mogen geloven, met simpel hebben we gesproken, hij geeft aan dat het een mattie van hem is. En ze zouden dus dan gaan chillen in Para. Zouden naar Wobatapsego chillen even, weet je, op de zondagochtend. Daar heb je de hele week gewerkt. Is het fijn om even eruit te gaan en dat zouden ze dus dan ook vandaag doen. Maar het is anders afgelopen, zo zie je dat wij, we kunnen niet in de toekomst zien. Anders zouden we heel veel voorkomen. Maar je weet niet wat over een minuut of een seconde kan gebeuren. Dus daarom Olivier Makadra. Echt Olivier Makadra. Maar vandaag kan het heel mooi zijn, maar morgen in Akpanya totaal. Dus laat dat ook even duidelijk zijn. Maar goed, dat is een sideline. Hij wordt nu uit de auto gehaald. Mooi dat de mensen ook meehelpen, dat vind ik heel mooi. Ik denk dat hij een slag heeft bij zijn hoofd, want ik zie bloed aan zijn hoofd. En zijn nek wordt dus dan ondersteund hier, dat wil zeggen, want hij niet moest van hangen in Nicky of zo. Ja.
nog steeds live vanuit de markt. De Martin Luther King weg. Hoogte Dageraad weg. Daar heb je die RED alsjeblieft dan opkomt. Please. Probeer ergens anders te rijden, want er is een enorme file hier vanuit de kant van Paranam, maar ook vanuit de kant van de stad. Dus als je mijn haar nu ziet, toch? niet goed. Ik was niet voorbereid op deze reportage. Ik moest rennen naar hier. Als je mijn haar... Ik, gelukkig hoef ik niet in beeld te komen, want ik ben met een hele vieze slipper hier. En een goede truitje en een